Moreno de Pauw, Kenny de Ketelen, van harte gefeliciteerd met jullie overwinning. Ik zeg alleen maar één ding, wauw, wat een overmacht. Ja, dat klopt. We hebben vanaf dag 1 proberen met een goed gevoel te starten. We waren eigenlijk van plan van niet te zot te beginnen. Dat is mislukt. En we hebben gelukkig wel 6 dagen kunnen volhouden. En dat is een enorm fijn gevoel om hier nu als winnaars te staan. Je zegt gelukkig kunnen volhouden. Was het zo ontzettend zwaar? Ja, het was sowieso zwaar. Mensen denken dikwijls omdat we zoveel ronden voorstaan dat daarom gemakkelijk was. Ik ben altijd blij als ik een compliment krijg van het ziet er zo makkelijk uit. Maar het is niet dat het er altijd makkelijk uitziet dat het daarom ook zo makkelijk is. Maar dat is wel een goed teken als het er makkelijk uitziet. Het is teken dat je vlot rijdt en zo. Dus we hebben wel getoond dat we sowieso over heel de week de sterkste waren. En we hebben goed gedoseerd, goed ingedeeld. En op de juiste momenten toegeslaan. En dat moet je doen in het wielrennen. Maar Moreno, hoe is dat als vanaf dag 1 op je gejaagd wordt? Dat is ook een beetje een stressig gevoel. Omdat je moet opletten dat je ook niet te zot doet met je krachten. Omdat je altijd moet een counter verwachten als je zelf gaat. En zeker met mannen als Sterpstel van Baarle, die toch al enorm veel bewezen hebben op de weg, ook ben je nooit klaar. En dat wisten we tot in de finale dat we moesten opletten. Kenny, 3 zesdaagse hebben we achter de rug deze winter. Jullie hebben er 2 gewonnen. Waar plaats jij deze? Is dit de beste van de 3 die tot nu toe geweest is? Dat is moeilijk te zeggen. Gent was ook heel speciaal. Sowieso omdat het samen met Moreno de eerste keer was. En omdat ik een heel slechte voorbereiding gekend had met een heupbreuk en zo. En deze is ook super speciaal omdat we deze er absoluut bij worden. We hadden vooraf 2 zesdaagse aangestipt en was Gent en Rotterdam. En ze zijn beide gelukt, dus ik zou ze samen op 1 willen zetten wat betreft belangrijkheid voor ons persoonlijk. Gent is ook qua sponsorbelangen voor onze ploeg heel belangrijk. Maar we hebben hier in Rotterdam zo'n fijne band met onze vaste sponsor hier, Woning, die ook de hoofdsponsor van het evenement is. En ik denk dat het voor hen ook minstens evenveel betekent als het voor ons betekent. Dus het zal straks nog wel een klein feestje volgen in Hotel Ridderkerk, denk ik. Wij vinden dit de mooiste zesdaagse van de wereld. Hoe kijken jullie naar Rotterdam? Bij ons komt hij op 2 na Gent. Nee, maar het is zeker een van de mooiste die er is. Ook qua publiek en qua belangstelling. Zijn er een paar die er bovenuit steken. Dat zijn toch Gent, Rotterdam en dan Londen ook. Dat zijn zo'n paar 6 dagen die we enorm graag doen en waar we altijd enorm naar uitkijken. En dat is in Rotterdam ook altijd zo. Het publiek is altijd enorm meelevend ook naar ons toe. En dat appreciëren we wel. En we beginnen ook wel te voelen dat de mensen ons meer en meer beginnen te kennen. En dat is wel plezant. 28 februari, WK Apeldoorn. Het is even een paar 100 kilometer doorrijden en dan ben je er. Maar zou je een gouden medaille daar willen inruilen voor 1 zesdaagse zegen? Ja, ik denk dat... Het is een heel andere wereld natuurlijk. Maar een gouden medaille op een WK staat er natuurlijk boven. Maar we hoeven ze niet in te ruilen, want we hebben deze stevig beet. En onze naam komt voor altijd op de boarding. En daar draaide het ons om deze week. En nu beginnen we stilaan 100% richting Apeldoorn te denken. En begint alles in teken te staan daarvan. We hebben nu... Onze grote doelen op weg naar Apeldoorn hebben we bereikt. En nu kunnen we misschien wel een beetje hier en daar gas terugnemen. En eerst even genieten van deze. En overmorgen gaan we al terug aan de slag in Bremen. Maar het zal sowieso op een wolkje zijn. 1 of 2 pintjes vanavond? Eentje per keer. Ik geen. Geen? Nee. Ik heb gezegd dat ik tot aan het WK in Apeldoorn geen bier of wijn of zo meer drinken. Dus dat moet ik vanavond ook volhouden. Ik wens jullie toch een hele fijne avond. Dank u wel.